200 jaar geleden was hier eigenlijk nog helemaal niets. Ja, slechts slikken en schorren. Hier en daar liep een herder met wat schapen. En toen kwam Willem Frederik Del Campo en in 1847 liet hij hier de Anna Jacoba polder aanleggen. En daarom staat dit monument hier, midden in het dorp. Toch, meneer Wisser, dat klopt? Jazeker. Del Campo kwam uit een heel oud militair geslacht en was civiel ingenieur. En hij heeft dus veel aan versterkingen gewerkt in Terneuzen aan de Westerschelde en bij Willemstad in het Volkerak. En hij is op een gegeven moment, toen heeft hij zo heel heen en weer gereisd en toen was dat allemaal schor en slik hier zo. Dus hij zei, nou, dat zou best wel eens in actie iets kunnen wezen om dat in te polderen. Maar was dit dan gebied wat hij in bezit had? Of dat had hij in bezit gekregen, omdat hij getrouwd is met de dochter van de burgemeester van Middelburg, Anna Jacoba van Sonsbeek. Hij heeft het naar zijn vrouw vernoemd? Ja, naar zijn vrouw genoemd. Het was toen een hobby en prestige van die mensen om dat te kunnen doen. En met het vooruitzicht dat de polder geld opbrachte voor de producten die er geteeld werden. Ja, maar men kon hier gaan boeren? Toen konden we boeren, ja. Ja. En wie kwamen hier uiteindelijk allemaal wonen dan? Nou, in de eerste instantie, toen bij de inpoldering, had hij mensen nodig. En hij was altijd met de versterkingen in Zeeuws-Vlaanderen bezig, met name in Terneuzen. Dat waren goede werkmensen. Dus die heeft hij toen tegen gezegd van nou, ga mee naar dat gebied. En dan kunnen jullie helpen om het gebied in te polderen. Toen het klaar was, toen zijn die mensen hier zo blijven wonen. Zodoende zijn nog namen van die tijd hier woonachtig. Mensen uit Zeeuws-Vlaanderen? Uit Zeeuws-Vlaanderen vandaan, ja. Del Campo zelf, die bleef hier in deze polder wonen. Hij heeft voor zichzelf een heel groot landhuis gebouwd. En daar verbleef hij in. Bij de inpoldering is de sluis gemaakt met het monument erop. Dit monument stond op de dat sluis? Dat stond op de sluis. En waarom staat het nu hier op deze plaats? Omdat het toen een gemaal gekomen is en de functie verviel van de uitwateringssluis. En toen hebben ze dat, om die reden hebben ze het hier geplaatst in 1984.